We zitten nu bij het Leger des Heils, het Kompas, aan de IJsselaan 2 in Gouda. Dat is een nieuwe locatie van het Leger des Heils. Ze hebben nog twee andere locaties in Gouda, daar gaan we het straks over hebben. Maar nu zitten we hier in de IJsselaan in gesprek met Tjalling Vonk. Aanvankelijk hadden we afgesproken dit gesprek te hebben met de directeur, de heer Koeman. Maar die kon er niet bij zijn, dus nu gaan we praten met Tjalling Vonk, die hier manager zorg is. Meneer Vonk, u bent hier manager zorg. En mijn eerste vraag is, waar staat het Leger des Heils voor als het gaat om het soort activiteiten? Nou, wij willen er zijn voor mensen zonder helper. Mensen die geen onderdak hebben, die willen we onderdak bieden, willen eten geven. Bieden niet alleen onderdak, maar we helpen ze ook om uit een crisissituatie weer op te klimmen en weer een zelfstandig bestaan op te bouwen. Ja. En dat gebeurt vanuit een kerkelijke overtuiging, klopt dat? Nou, wij staan voor een geloofsovertuiging. Vanuit die overtuiging doen we het. Dat bieden we aan alle mensen, omdat we denken dat iedereen hulp verdient. Ook weer een tweede kans als het in de samenleving niet gelukt is. Maar we doen het wel vanuit onze christelijke overtuiging, omdat we denken dat het goed is om mensen die juist die in nood zijn te helpen. En betekent dat dan ook dat de mensen die bij het Leger des Heils werken ook allemaal vanuit die geloofsovertuiging dit werk kunnen doen? Ja, wij staan voor die overtuiging. Dus ook alle mensen die bij het Leger des Heils werken, doen dat vanuit die motivatie. Maar de mensen die de opvang vragen, die opvang nodig hebben, daar wordt niet naar gekeken in hoeverre ze dat ondersteunen of ook gelovig zijn? Nee, absoluut niet. Het is voor echt iedereen bedoeld. En we respecteren ook iedereen in zijn overtuigingen. En willen er echt zijn voor iedereen. Ja. En het is ook een landelijke organisatie die al heel lang actief is in dit soort werk. Ja, in Nederland zijn we al 125 jaar en nog iets langer actief. We doen dat met zo'n 5500 betaalde krachten en ongeveer eenzelfde hoeveelheid vrijwilligers. Dus het is ook een enorme grote beweging in Nederland. Ja. En hoe is die opvang in Gouda georganiseerd? Nou, we hebben eigenlijk drie activiteiten, zou je kunnen zeggen. We hebben de opvang hier in het Kompas. We hebben een beschermde woonvorm waar mensen langere tijd beschermd kunnen wonen. En we hebben een kerkgenootschap wat zijn kerkelijke activiteiten heeft. En hoe komen die mensen bij jullie terecht? Op allerlei manieren. Er zijn mensen die bij ons aankloppen, omdat het Leger des Heils toch staat voor, als je echt het niet meer ziet zitten, dat je daar altijd terecht kan. Mensen komen dus rechtstreeks bij ons. Maar er zijn ook verwijzers, mensen die zich zorgen maken over andere mensen, die ons gaan opbellen. En dan gaan wij erop af. Dus er zijn allerlei manieren om bij ons binnen te komen. Ja. En ik heb begrepen dat het gaat om mensen die alleen zijn. Dus alleenstaanden die worden opgevangen. Maar ook gezinnen worden hier ondergebracht. En die delen dan ook een huiskamer en een keuken? Ja, dat klopt. De nachtopvang is over het algemeen, dat zijn alleenstaanden die hier terechtkomen. Maar er zijn ook gezinnen die op straat komen. En die kunnen hier tijdelijk wonen. Dan delen ze een woonkamer met elkaar. Ze hebben hun eigen slaapkamers. En op die manier beginnen ze weer een bestaan op te bouwen. En we helpen ze dan om weer uit te stromen naar een eigen woning. Ja. En u zegt, die gezinnen die delen een keuken en een woonkamer. Dat gaat dan om twee gezinnen die diezelfde ruimte delen? Ja, klopt. Ja. En dat gaat altijd goed met elkaar? Nou, dat is best spannend. Hè, want je moet wel met elkaar goede afspraken kunnen maken. Er is natuurlijk allerlei dynamiek met de kinderen. En dat moet je dan ook maar weer met elkaar oplossen. Dus dat is spannend. Maar dat gebruiken we ook in de hulpverlening om weer zaken te leren. Ja, want die hulpverlening is erop gericht om de mensen dan tijdens dat wonen ook daarin te begeleiden, maar ook voor een oplossing te zoeken voor langere termijn, dus een structurele oplossing hier buiten. Ja, we kijken van wat heb je nou nodig om zelfstandig een huishouden te kunnen runnen? Dat heeft te maken met koken, dat heeft te maken met budget, dat heeft te maken met sociale vaardigheden, met opvoeding. Maar we zoeken ook weer naar woonruimte. Dat doen we dan samen met de corporaties. Alles wat daarvoor nodig is, het inschrijven, het geld wat er geregeld moet worden, daar helpen we bij, zodat mensen weer kunnen uitstromen. Ja. En dan is er dus de opvang, de crisisopvang voor de alleenstaanden. Zijn dat mensen die doorgaans geen eigen huis hebben, daklozen? Ja, de meeste mensen die hier komen, die zijn echt alles kwijtgeraakt. Dus zijn uit huis gezet of ze hebben al langere tijd geen huis. Zijn mensen die ook soms een tijd hebben gezworven. Die hier dan terechtkomen. Ja. En je zou denken, mensen zonder huis zijn per definitie gewoon hierop aangewezen. Dus die zouden al eigenlijk heel lang hier onderdak kunnen krijgen. Maar dat is niet helemaal de bedoeling, toch? Nee, het is de bedoeling om ze hier kort te hebben. En in die korte tijd, en dan moet je denken aan ongeveer een half jaar, proberen we om alles op de rit te krijgen. Ja.
Zijn er dan ook mensen bij die bewust kiezen om dakloos te zijn en die wel bijvoorbeeld op hele koude avonden hier terecht willen, maar niet per se een structurele oplossing willen voor een huisvesting? Nou, eigenlijk komen we geen mensen tegen die uiteindelijk niet gewoon in een huis willen wonen en een normaal bestaan willen leiden. Het komt wel voor dat mensen zo in de problemen zitten of kampen met psychiatrische problemen, dat ze het op een gegeven moment ook niet meer zien dat het een optie is. Die mensen komen we wel tegen, maar als we dan het perspectief kunnen bieden en zeggen er is wel een kans voor jou en er is wel een mogelijkheid om gewoon in een eigen huis met een stuk dagbesteding, met een stabiel inkomen, dan gaan de mensen uiteindelijk daar toch voor kiezen. Ja, het kerstgevoel, de kerstactiviteiten, de kerstopvang, is daar door het Leger des Heils ook iets speciaals voor geregeld? Ja, want de kerst is eigenlijk een heel dubbel gevoel. Voor heel veel mensen in de opvang is het kerst een hele moeilijke periode. Je wordt geconfronteerd met eenzaamheid. Je wordt extra geconfronteerd met het feit dat je eigenlijk geen netwerk hebt, dat je veel problemen hebt. Voor mensen best moeilijk. Spanning is het dan ook vaak. Dan proberen we juist wat extra's te doen. Dat doen we eigenlijk in huis door meer activiteiten te organiseren. Een kerstmaaltijd. Er komen soms ook mensen van buiten die meehelpen om in huis een kerstmaaltijd te organiseren. Dat gaan we ook dit jaar weer doen. Nou zit u tegen een muur van kerstpakketten. Zijn die kerstpakketten voor de opvang bedoeld? Dit is eigenlijk een actie vanuit het kerkgenootschap. Die wil onder de minder bedeelden in Gouda kerstpakketten uitdelen. En ze hebben ons gevraagd of de cliënten mee kunnen helpen om die kerstpakketten te vullen. Dus eigenlijk de mensen die in de nachtopvang zitten, die zijn s'avonds nu ook bezig om de kerstpakketten klaar te maken die straks weer kunnen worden uitgedeeld. Ja. Nou, en daarnaast is er ook een grote supermarktketen die dit jaar de cliënten extra wil ondersteunen en hun ook een kerstpakket wil meegeven. Dat gaat over het hele land, dus dat wordt een hele grote actie die ook op televisie nog de nodige aandacht zal krijgen. Hartstikke leuk. Nou gaat er in 2015 het een en ander gebeuren met de zorg onder andere. En dat heeft waarschijnlijk ook consequenties voor jullie hulpverlening richting de cliënten. Hoe kijken jullie aan tegen alle veranderingen in 2015? Nou, er gaat inderdaad heel erg veel veranderen. En er is nu heel veel onzekerheid. Er is heel veel onduidelijk nog. En eigenlijk zit iedereen te kijken van wat zullen nou precies de consequenties zijn. Wat we al wel zien, dat is dat er heel veel bezuinigd gaat worden. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de psychiatrie er afgebouwd moet worden qua bedden. En dat meer mensen daardoor op straat terechtkomen. Of moeten proberen om het in hun eigen huis te gaan redden. En we voorzien dat een heel aantal mensen dat niet gaan redden. Dus we houden ons hart wel vast. Dus jullie krijgen het ook gewoon drukker? Wij zien eigenlijk nu al, zeker in de grote steden, dat het al drukker wordt. En verwachten ook dat het elders in het land wel drukker gaat worden. Dus dat is een ontwikkeling die we zeker zien aankomen. En wat we ook proberen is meer met vrijwilligers, meer met buurt, meer met familie ook van mensen, proberen met mensen te gaan helpen. Ja. Duidelijk. Nou, ik wil u danken voor dit gesprek en wens u heel veel succes met alle activiteiten. Bedankt. Graag.